Ja, er zijn te weinig plaatsen bij de Rode Duivels. Daar moet je met 12 of met 13 gaan spelen. De spelers komen het veld op. De Rode Duivels en de internationals van Saoedi-Arabië. Dat is voor ons het zijn om naar Frank Raas te gaan in de tribune. Wat het wordt, dat gaan we merken de komende 90 minuten. Heel veel plezier. Toen en de Belgen, ja, die moesten dan tegen Duitsland in de volgende ronde. Dat is het hele verhaal. En niet tegen Ierland, wat zeker haalbaar was. Die kregen toen Nederland als tegenstander in Nederland wonnen vrij makkelijk. Mignolet er nog eens bij tussen de palen. Dat zal hem deugd doen in 2018. Hij heeft amper gespeeld bij Liverpool, u weet het, verdrongen door Karius. Klopp heeft hem uit het team. Die heeft ook zo'n 126 caps. Taysir Al-Yassim zeggen ze ook wel eens, want ze hebben nogal veel namen en daarom is het niet altijd even makkelijk om ze uit elkaar te kennen. Omar Otman is ook een Hawassawi. Bijna zijn 32e, zullen we maar zeggen. Hij gaat een stuk hoger dan de doelman, die nog maar twee caps heeft. Want omdat ze tegen Oekraïne gespeeld heeft, heeft Pizzi toch wel veel gewisseld. Ze zijn met een enorm... Al-Falata, moet ik zeggen. Vincent. Het is lang geleden dat hij nog gescoord heeft voor de nationale ploeg van tegen Schotland, weet u nog. Zeer belangrijke goal toe voor de kwalificatie. Dat is bijna niet achterhaald. Goed meegegeven. Al-Assawi. En dan Mignolet moet daar echt wel tussen komen op die poging van Al-Mouwalat. Dat is toch... Al-Falata. En in de voeten van Kevin De Bruyne, die meteen zo snel hij kan. En de knal, ja, binnen. Nee. Ja, het is binnen. Ja, de bal die komt er helemaal uit, maar het is wel degelijk 1-0. Romelu Lukaku, snel aangespeeld door Kevin De Bruyne. Plaatsbal en Algarni kon er alleen maar naar kijken. Dit is nummer 32, Romelu Lukaku. Die bal kwam eruit, net alsof hij terugkaatsen op het zijnet. Maar het zat eigenlijk tegen het net binnen de palen. 1-0 na 13 minuten. Een plaatsbal, mooi hoor. Hier zien we die slechte paas. De Bruyne aarzelt niet, zo kennen we hem. Wegdraaien. De verdediger die staat er maar. Steekt zijn been zelfs niet uit. En Algarni kijken naar het wapperende net. De Bruyne. En dan goed wegdraaien, maar ook zeer matig verdedigd, moet ik zeggen. Van De Bruyne loopt trelling met de bal. Dat is slim gedaan van Mertens, gelaten aan Lukaku. Carrasco is mee. Hazard gaat dan plaatsen. Weer naar Lukaku, maar de doelman er goed tussen. Algarni van Al-Ittihad. Had nummer 2 kunnen zijn, maar schitterende paas. Buitenspel, ja. Zou best kunnen. Dan draait hem netjes Eden Hazard. Anders kunnen aflopen. U weet het nog wel, dat afgekeurde doelpunt. Maar dit is de controle van Eden Hazard. Lukaku terugleggen. Tik net iets verkeerd en dan een poging tot schot van de Witzel. Hobbelende bal. Een half uur gespeeld. 1-0 voorsprong voor de Rode Duivels. Dat is een uitstekende verre crossbal van Alderweireld. Dat daar iets te kort. Die een frisse indruk maakt. Dat is geen slechte van De Bruyne meepakken. Hazard kan dat maar niet helemaal. In het beginsel zag het er goed uit. Makkelijk is het niet natuurlijk. Al lopend die bal doodleggen. Nog eens kijken. Dit is goed. Dan tikt hij met zijn andere voet buiten. Rechts aannemen. En dan per ongeluk zeg maar. Die tip van de linkervoet. Wat mooi. Of weer knallen. En dan meteen meegeven. Uitstekend gedaan van Carrasco. Dit moet het zijn. Hazard kappen. Dat duurt net iets te lang. En nog aan graakhoekschop. Dat heeft hij al beter gedaan. Carrasco.
En de versnelling uitstekend van Hazard. Goed meegenomen, de versnelling, de paas. Lukaku moet scoren. Lukaku scoort. 2-0. Ja, valt een aanval. En uitstekend werk van Eden Hazard. Dat was vintage Eden Hazard. En een rollend balletje, ook Carrasco. Fijn betrokken in de opbouw. 7 minuten voor de rust, 2-0. Wat zal de burger deuk doen? En zo blijft hij maar scoren voor de nationale ploeg. 6 wedstrijden al aan elkaar, dat hij minstens 1 doelpunt maakt. Dit is Carrasco en dit is Hazard. Er ligt wel wat ruimte in die defensie, die niet helemaal sluit. Dat mag ook even bijgezet worden. Al-Yassine nog even hakken. En dan rechts, links en links binnen. Hazard, hier kijkt hij nog een aanslagje te verwerken. En dan rechts, links, verdedigt tegen de mat. En dan komen ze allemaal te laat. Open gespleten zee. En de Saoedi's staan 2-0 achter. Achter rug door, nee, net niet hard genoeg. Altaïf geeft hem weer weg. Carrasco draait, Carrasco trapt. Nou, met zijn linker. Dat kan hij. De man die scoorde in de finale van de Champions League voor Atletico Madrid. Kunnen weinig Belgen zeggen natuurlijk. Bijna op slag van rust deze vrije schop voor de Belgen. Kevin De Bruyne paraat, Lukaku nog niet. Limbombe legt hem goed terug. Maar Vertonghen even niet attent. Gevaarlijk teruggespeeld, moet ik ondertussen zeggen. Maar dan doen de Saoedi's dit. Meunier meteen diep. En wie gaat? Jawel. Kevin De Bruyne met nummer 7. Kijk eens aan. Zoekt meteen Batshuayi. Ongelooflijk hoe hij die bal daar nog krijgt. Niet makkelijk. En dan de kapbeweging. En de goal! Michy Batshuayi. Echt ook vintage Michy Batshuayi. Wat een goal. En wat een aanval via Kevin De Bruyne. Hoe hij die bal tot bij de spits bracht. Onvoorstelbaar. Hoog, maar hij wist wat hij deed. En de kapbeweging. Het uitspelen van zijn verdediger. Klassewerk van Michy Batshuayi. Batshuayi. Zijn 6e doelpunt voor de nationale ploeg. Hier nog eens kijken. Al-Gharbi uitgespeeld, die hoge bal. Maar hij weet perfect waar hij naartoe moet. Niet te kort gedekt. En dan, dat kan hij. Kan ruimte creëren voor zichzelf. Hij heeft er weinig plaats voor nodig. De controle is goed. Dit is even, denk je, het is gedaan. Maar dan achter het steunbeen en met links doet hij de netten trillen. Zijn 14e mak. En daar gaat hij weer. Ja, hij heeft zich de bloed geroken. Meegaan, zegt Martinez. Lukaku. De Bruyne gaat hij scoren. Ja, hij scoort. Ja. Oh. Man van de match. Dan. Hij krijgt concurrentie, Lukaku. Afliggertje. Het doet denken aan die match tegen de Verenigde Staten. Daar vonden ze elkaar ook. En zijn eerste goal dus. Sinds mei 2016 in Zwitserland. Kevin De Bruyne. Hij doet dat met zo'n gemak. 4-0. Het publiek geniet. En hij is content hoor. En laat dat niet allemaal zien. Hier brengt hij alles weer op gang. Die Saoedi's zijn helemaal mur. Leuke tik van Romelu Lukaku. En dan draait je binnen zoals Lukaku bij zijn eerste goal. Aan de andere kant met links. En dit is met rechts. De combo verwissel. Lukaku eraf. Voor Kevin Mirallas. Kijk eens aan. Dit is liefde. En Romelu. Ook onder een ovationeel applaus. Daaraf voor Kevin Mirallas. Natuurlijk een oude kennis van de bondscoach bij Everton.